Goedemorgen. Ik zie dat mijn beeldscherm heel vies is. Niet meer. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Eindelijk weer een nieuwe vlog. Ik wist gewoon niet wat ik moest filmen. Ik had geen tijd, ik kon er moeilijk inkomen. Maar ik ben er weer. Na vele vragen waar onze vlog bleef. Dus ik neem jullie mee. Het is vandaag vrijdagochtend. Ik hoor Romeo al. Dus ik neem jullie lekker mee. Hey! Hij wordt groot. Ik zal hem eens even eten geven. Jongens! Ja! Ik ga eerst even de koe of de paarden aanvegen. Schuiven. Maar ik kan de trekker nergens vinden. Ik moet eerst de deur nog open krijgen. Ik hoop dat hij daar staat. Ja, gaan we eens deze naar buiten rijden. We zijn weer gemolken. Kijk, nu zien jullie wel waarom we het aan moeten vegen. Ze doen het allemaal met de neus een soort wegduwen. Nee, jongen? Ik ga eerst even die trekker aanzetten. Het is best koud. En anders kan even een beetje warm draaien vast. Moet ik eerst de versnelling indrukken. Of de... De beveiliging is dat. Even kijken of die in zijn vrij staat. Even gloeien, denk ik. Daar was ik al bang voor. Even kijken. Dat heb je nu in deze periode. Dan wordt het weer koud en dan hebben de machines weer moeite. Nu ga ik even vegen. Ik ga even stroom uitdoen. Hier. Kijk ik gelijk even. Dan moet ik even opletten. Hup. Het is niet allemaal bij elkaar zoals ik hier sta. Even stroom uit. En dan kijk ik gelijk even. Is iedereen gezond? Zie ik niks geks? Dat zie ik niet. Dus. Ga ik nu dit even omhoog doen, dat ik er zo meteen gelijk door kan. Kijk ik gelijk hier of iedereen nog doet. Dat is zo. Stroom. Ik doen. Mama pakken. Nee, ik denk dat ze wel lekker met brengen hem weg een paar maanden weg. Dan kunnen wij gewoon het gedaan. Zo. Ja.
Nou, hè? Ja, maar heb je dat op de achtergrond? Of niet? Jij mag ook, maakt mij niet uit. Ben je aan het filmen of niet? Op hakken door de bak. Ja. We gaan een fotoshootje doen omdat Bo jarig is. 12-12. Nee, niet eten. Nee, niet eten. Dus gaat hij erop staan. Zijn ze lek? Mag ik? Nee, niet doen. Mag ik geluiden maken? Ja, zo. Eerst moeten we even die neerzetten. Hoe wil je het? We beginnen met die van mij. Er zijn twee van me weg, want ik word 15 en geen 25. Nee, dan moet je er twee juist houden en één weg. Ik word 15. Dit is een 1, dit is een 5. Oh, je doet eerst de 15 nu? Ja. Nou. Nou, zoveel, zo maken we dus de foto's. Erg leuk. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. En een fel zonnetje. Ik ben de netten weer aan het doen. Vanmiddag de Sint. Ik zie dat de koeien ontsnapt zijn. Oh. Dus neem jullie mee. Ik had jullie trouwens nog helemaal niet verteld dat Onyx gewond was. Ik zie er echt niet uit, jongens. Het regende. Onyx was dus gewond geraakt. Omdat hij waarschijnlijk vast had gelegen. Ik weet niet waar die is. Oh, die staat daar. Ik zal het even laten zien. Hij was helemaal bont en blauw. Hoe noem je dat? Bloed en... Bloed had hij. En hij was helemaal bezweet. En had hij hier bij zijn benen. Kijk, hier zie je wat. En hier was het dan helemaal dik. Hij had hier helemaal een dik achterbeen. Hij loopt nog steeds niet helemaal goed hoor. En hier. Bij zijn keel. Bij zijn oog. Jongen. Maar goed, zo vonden we hem dus. Hij was helemaal bezweet. Helemaal onder het stroos. We denken dat hij heeft vastgelegen. Hoe het kan in zo'n stal weet ik niet. Maar goed. Dus ja, ik heb het even in de gaten gehouden. Ik heb hem mee te kammen gegeven. Verder geen dierarts of zo. Ik denk ja. Wat moet hij eraan doen? Dus nou, hopelijk knapt hij weer snel op. We gaan nu iets leuks doen. We hebben natuurlijk de nieuwe zandpaddock. We gaan hem nu even een beetje glad maken. En dan gaan de paardjes erop. Ik sloop altijd bij die trekker te houden. Altijd. Hé, Ann? Er zitten denk ik lekkere maïsdingetjes op van de koeien. Nergens bang voor. Het is wel goed voor de schriktraining. Maar ik zal jullie kijken. Ik zal het even laten zien. Dit is natuurlijk de straat. En dit was eerst wij. En dan hebben we nu dit gemaakt. We hebben van zand compleet, voor als iemand dat wil weten. Van zand compleet hebben wij matten. Kijk. Hier zie je ze nog. Matten. En daar overheen gaat een klein laagje zand. En dan kunnen we het goed oprapen met een speciaal apparaat. Dus blij mee. We zijn nu even het overige zand aan het weghalen. Ze staan er lekker in. We staan een beetje te kijken.
Anderen zijn alweer gaan eten. Die denken, het is weer leuk geweest. Dus dat is wel lekker voor ze. Kijk, daar loopt Onyx. Je ziet het nog wel. Het is linksachter. Maar het wordt beter. Gelukkig. Goedemorgen. Het is zondag. Ik zit even op Charlie de kamer. Heel leuk. Met mijn roze en paars. Maar let daar niet op. Nou ja, ik ga bij deze de vlog ook weer afsluiten. Ik heb alleen nog wel een leuk nieuwtje. Dat dacht ik me net. Heb ik helemaal nog niet verteld volgens mij. Ik ga Romeo toch naar de opvok doen. En dat gaat half december gebeuren ongeveer. En waarom? Omdat ik merk dat zijn moeder hem echt een beetje zat begint te worden. Hij staat natuurlijk nu apart in dat hok. Maar ja, het is echt een beetje een hengstje. Dus hij wil gewoon spelen. Ja, en dat wil zijn oude moeder eigenlijk niet. Dus ik ga hem voor een paar maanden naar de opvoed doen. En dan kan hij lekker daar met leeftijdsgenoten. Want ik ben ook bang als ik hem nu in de groep zet dat het misloopt. Dus qua vechten of iets. Dus hij gaat lekker naar de opvoed. En dan kunnen we gewoon nog bij hem gaan kijken natuurlijk. Het is heel dicht in de buurt hier, dus dat is ook super fijn. Een kwartiertje rijden ongeveer. En nou ja, dan gaan we hem daarna terughalen en dan mag hij in de groep. Wordt hij eerst gecastreerd en dan gaat hij in de groep. Dus dat is een nieuwtje eigenlijk, wat ik nog niet had gedeeld. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en tot volgende week.